De ananasplant heeft een grijsgroen blad. De rand van het blad is stekelig of glad. Het is een meerjarige plant die ongeveer 80 centimeter hoog wordt. In het hart van de plant ontstaat de bloem en later de vrucht. De ananasplant is opgebouwd uit 100 of meer echte vruchtjes. De vruchtjes groeien aan elkaar en vormen de ananas. Iedere ronde schub op uw ananas is in feite een klein vruchtje dat zich tijdens het groeien aan de andere heeft gehecht. In gemiddeld 14 maanden groeit de ananas van bes tot klaar voor de oogst. De vruchten worden zo rijp mogelijk geplukt. Eenmaal geoogst kan de vrucht nauwelijks narijpen. Na de oogst wordt het fruit naar de verpakkingsfabriek getransporteerd, waar het wordt gewassen en zorgvuldig geselecteerd om te voldoen aan de kwaliteitseisen voor de export. De moederplanten vormen na de oogst van de vruchten scheuten die sukkers worden genoemd. Deze sukkers worden geoogst en als plantmateriaal gebruikt voor de volgende generatie vruchten. De teelt van ananas is zeer arbeidsintensief. Ananas wordt over de gehele wereld als smakelijke vrucht vers gegeten. Ongeveer 50% van de vrucht is eetbaar. Ananas kan niet tegen temperaturen onder de 7 graden Celsius. Dus bewaar uw ananas niet in de koelkast. Het vruchtvlees wordt dan grauw van kleur en verliest smaak en aroma. Is de vrucht schoongemaakt, dan is het vruchtvlees wel bestand tegen de lage temperaturen van de koelkast.